Huh? Ja? Hallo? Die deur open staat hier, dat wacht, we gaan weer begonnen! Hoe laat is het dan? Hoe laat is het? Doe dan die deur open! Oh, wacht even, kom even, wacht even. Dan moet ik even de ketting eraf halen, Dick. Komt u, Dick? Even. Ah. Ah. Ik wist niet dat het al zo laat was, Dick. Het is weer zaterdag, Dick voor me. De deur op slot, niemand kan erin. Programma op beginnen. Zit op zijn gemak de Donald Duck te lezen. We gaan gauw beginnen. Een week, Dick. Daar is hij weer, hè. Een week. Nou, we gaan gauw beginnen met het programma. Nou weer. Wat is klop. Niemand kan even. Ik word daar gek van. Die gek gooit steeds de deur op. Ja, dat is in verband met de tocht. Met de tocht. Zo, wat? Ja, rustig, Beb. Zo, hé. Daar zijn we, zeg. Hij te lopen, Toos. Sorry. Daar zijn we. Goedemiddag. Goedemiddag. De deur zat op slot. We konden niet binnenkomen. Waarom is dat? Dat is omdat een gekraap die gek gooit iedere keer die deur op slot. Daar word ik ook niet goed van. Zal ik hem open laten staan, de deur? Nee, want dan heb ik dat gekraakt. Doe nou die deur dicht, klaar. Ja. En hij gaat niet meer open, klaar. Het is gewoon gesloten. Wacht, dan heb je wel eens meer van dat het gesloten is. Omlopen. Ja, wanneer gaan we dan weer open? Na tweeën gaan we open. Nou, kom op, we gaan beginnen met het programma. U begrijpt zelf ook wel. U weet zelf ook wel, we zitten weer in een ander nok. En de Groot heeft de eerste artiesten uitgezocht. De Groot, wat zijn de eerste artiesten? Kom op. Nou, er wordt geklopt, Dick. Dick, er wordt geklopt. Dan zal ik even de deur open doen, Dick. Nee, loop maar om. Omlopen! Hoezo? Hallo, kan die deur open? Omlopen kan niet, hoor, ja, Dick. Daar hebben we geen. Dikke Leo is er ook niet bij. De deur gaat niet open. Ik word gek van de gedoe met die rammelende ketting en zo. Dan gaan we gewoon door met wat. Ome Joop. Wat? Ja. Ome Joop. Ik mag van meneer voor mekaar de deur niet meer open doen. En hij heeft de sleutel heb hij in zijn zak gestoken, dus ik kan er nou niet meer bij. De deur niet meer open, joh. Nee, is Dikke Leo ook bij u? Ja, die zal je naast mij, waar zijn die met z'n tweeën? Oh, wat? Ja, inderdaad, ik sta hier ook naast, hè. Ja. Ja, en er zou ook nog een gast komen. Hallo, zullen we het nou gewoon laten, zo, klaar? Hallo. Wat een gezeur, zeg. Kan die er niet gewoon in? Nee, nou, dan komen ze maar een keer niet. Wat een gedoe. We gaan gauw door met het programma, want we hebben nog een heleboel te doen. Hè. De Groot, jij zit natuurlijk dan aan de nok met ideeën, hè, bruisend binnengekomen. Ja, ben u bruisend binnengekomen, hè? Want ik heb, ik heb van de week zoiets geks meegemaakt. Hij heeft wat meegemaakt. Oh, ja, gaan we wat meemaken, hoor. Ik heb die man uitgenodigd. Welke man? Ik heb iets op de snelweg, iets heel geks meegemaakt. Hij heeft wat op de snelweg meegemaakt. Ja. Nou, dat is bijzonder. Naar binnen, Dick. Ja, er komt hier een miljard naar binnen. Wie gooit er nou een miljard naar binnen? Hoe moeten wij anders binnenkomen, mensen? Je gooit toch niet een heel miljard door de ramen? Wat is er nou voor waanzin? Een heel miljard? Maar ik heb dus geholpen, natuurlijk, hè. Oh, hij heeft geholpen. Nou, wie bedenkt er nou zoiets? Dat heb ik van een collega van mij. Van Stanley Mes. Stanley Mes? Wie? Stanley Mes, die was op de televisie met bij Sonja Barend. Ja, met de Geen Scherpman. Ja. Nee, Sonja Barend was dat. Oh. Ja, kan je zien aan het gebit. Ja, maar je gooit dan niet een heel biljart dwars door de ramen? Die deur was nog dicht. Hé, OVO. Ja. Zullen we even een potje? Wat? Biljarten. Oh, daar ben ik altijd voor je mee, zeg. Doe je mee, Leo? Ik wil even meedoen. Ja, dat vind ik wel gezellig. Dus dat mijn bal met die stip? We kennen toch niet hier gaan staan biljarten? Wat is er nou voor onzin? Hij is aan de kant, voor elkaar. Hey. Dat is een mooie. Ja, dat was wel leuk. Een driebandje. Ja.
Dan ga je nou bij jou. Over, ja, dat komt over de rode. Over de rode. Mensen, we zijn hier bezig met een radioprogramma, hoor. Ik weet niet of het maakt niet uit verder misschien. Nou, ik vind dat wel leuk om even naar te kijken. Jij bent wel joh. Wat zeg je? Al eventjes kijken. Ja, dat was een hele. Ja. Dat was geen makkelijk, hè? Nee. Nou moet je voor de klos uitkijken. Ja, hallo! Zie je, klos. We zijn hier bezig met een radioprogramma, kom op nou! Dat maakt niet uit, Dick. Daar hebben we geen last van. Dan kom ik. Kijk, drie, twee, hey. Ik word daar jammer. Gek van, hè? Ja. Dick voor mekaar, zo. Dus Dick voor mekaar. Jij bent, Joop. Ook Joop. Ja, dat ben ik al. Dick voor mekaar, zo. Is Dick voor mekaar, gezellig. Ja, hele goeie. Kun je radio aanstaan, dan kun je tot luisteren gaan. Nou, nou is het klaar, mijn miljard, dan gaan we verder met het programma. Kom op nou, hè. Nou, bruisen ideeën. We hebben boodschappen thuis op de gang staan. Wie komt er? Wat is er? Nou, wat ik van de week zoiets raars meemaak. Hij heeft wat raars meegemaakt. Toos! Ja? Nee, de grote heeft wat raars meegemaakt. Nou, dat is toch iedere week? Oh ja! Nou, kom op, vertel, wat was er? Ja, ben ik al? Ben ik al. Oh, ja, ik was van de week, reed ik op de snelweg. Wacht even, homie, Joop. Ja, ik ga gewoon door, mensen. Ja, zo bij. Dat is mijn bal trouwens, hoor. Ja, nog nou even met dat biljart, want dat gedoe toch iedere keer, zeg voor was... En heb ik uitgenodigd. Hij heeft uitgenodigd. Die meneer van de snel een motorrijder die naast een motorrijder. Oh, die komt nou binnen. Ja. Nou, waar blijft die man dan, die motorrijder? Ja, hallo. Omlopen! U moet door het raam. Hallo. U moet door het raam. Dat is even verderop. Oh, door het raam. Dan. Ja. Ja, ik kom maar kijk uit voor de glassplinters. Oh ja, wat is hier gebeurd allemaal? Ja, dat is een biljart door het raam. Oh, een biljart. Oh ja. Ach, ik ben al biljart. Ja, dat zou ik niet. Oh, zal ik ook een partijtje meedoen? Nou, als ik ook... wil, kan. Ja, dan gaan we niet toch. Kom hier met die keu. Klaar. Is mijn keu, meisje, hè? Ja, dat maakt nou niet uit wie de keu. We gaan niet biljarten terwijl je een radio-uitzending is. Hoezo niet? Nee, nou wordt hij even lekker. Die kraakt mijn hele keu, die gek. Laten we nou eens doorgaan met het programma. Nou, wat is er met die man? Ja, wat is er met mij? Nou, ik heb u van de week op de snelweg toch gezien. Oh, ja? Ja, als motorrijder. Oh, ja? Ja. Oh. En dat vond ik wel dat u een leuk verhaal had. Oh, ja? Ja. Oh. En dat wou ik u nou laten vertellen. Natuurlijk, ja. Waar gaat het over? Ja, is dat een leuk verhaal? Nou, ik ben ook nieuwsgierig, ja. Nou, we zijn allemaal nieuwsgierig. Kom op, vertel dat verhaal. Dat is nou, ik val ook om van nieuwsgierigheid, meisje. Ik reed van de week... Nou, ik ben ook wel geïnteresseerd natuurlijk, Han. Van de week reed ik, Leo, van Vinkeveen. Van Vinkeveen? Naar Utrecht. Oh. Over de A1 is dat gewoon. Oh, ja? Ja. Oh. Ja. En toen? Nou, toen kwam u naast me rijden. Oh, ja. Ja, ja. Ja. Weet u dat nog? Nou, dat weet ik zeker nog. Op ja, uw hoor. Motor. Ja, dat weet ik nog heel goed, ja. En toen? Zijn we Utrecht ingereden. Oh ja? Ja. Oh. Dus stond u achter mij aan. Ja. Oh, interessant. Nou, ik sta ook in de hele weg achter elkaar aan. Ja, ik in mijn auto en hij op zijn motor. Een verhaal, hè, dat duurt allemaal weer. Kan het nou niet een beetje opschieten? Toen kwamen we bij... Ik weet niet waar het over gaat natuurlijk. Ik sta ook te luisteren, hè. Toen kwamen we bij een stuk, hè. Oh, staat u ook te luisteren? Ja, ik weet ook niet waar het over gaat. Ja, maar het gaat toch over u? Oh, ja? Ja. Oh. Kunnen we nou niet eens iemand in het programma hebben die weet, die van wanten weet? U hebt toch een motor? Ik heb wel handschoenen bij me, hè, want ik vond het fris. Ja. U hebt toch een motor? Ja, ik heb een motor. Nee. Wie? Die meneer die... Wie? Ik heb geen motor. Nee, die meneer die net is gekomen. Geen motor. Oh, je bedoelt mij? Ja. Oh. Ja. Ja, wat is ermee? Wou hem kopen? Oh, dus u hebt een motor. U ik heb een motor, ja. En u reed achter mij aan. Ja. Utrecht in. Ja, dat weet ik nog goed, ja. 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 En toen moest ik voor een stoplicht wachten. Oh ja? Ja, oh. En toen kwam u naast me staan met ja, de motor. Ja, inderdaad, ja. En oh ja, toen viel ik om. Ja. Ja, nou weet ik het weer. Ja, dat was heel eigenaardig. Ik kom op mijn motor aanrijden. En ik rijd dus naast meneer op een motor. Ik heb namelijk een motor, hè. Oh ja? Ja.
En ik stop dus naast meneer zijn auto met mijn motor en ik val om. Oh ja? Nou, dat is ook wat. U valt om. En toen? Nou, wat toen? Toen kwam u eruit en u hield mij overeind, geloof ik. Nee, ja. Toen ben ik naar het volgende stoplicht. Jawel, maar u hebt me eerst overeind geholpen, toch? Ja, 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 ja. En ik zeg nou, bedankt, weet u wel. U vroeg nog van niks gebroken. Echt waar? Ja. Oh. Ik zei, nee, heb ik wel meer de laatste tijd, zeg ik. Ja. En toen ging het licht op groen, toen zijn we doorgereden weer. Ik ook. Ja, jij, ik word daar niet goed van, zeg. Nou, en toen? Nou, toen kwamen we bij het volgende stoplicht. Ja, en nou, toen viel zeker weer om. Ja, oh, toen, ja? Ja. Ja, dat weet ik niet, dat veronderstel ik. Oh. Ja, nou, nee, inderdaad. Ik zet hem neer voor dat stoplicht. Oh ja. En u komt weer naast me staan. Ja. En te met dat die motor stilstaat, valt u om. Hoe is het mogelijk, hè? Ja, ik heb er wel meer de laatste tijd, hoor. Dan stop ik met mijn motor en dan val ik ineens om. Oh, gek, ja? Met motor en al, ja. Ja, en hoe heb u dat al lang? Nou, sinds ik mijn zijspan verkocht heb. Klaar, we gaan verder met het programma. Nou, dat was een interessant onderwerp. Zet die gek veel om zijn motorfiets. Ja, nou, klaar. Volgende onderwerp, de Groot. Jij hebt weer gedacht, hè. Kokend kwam die weer binnen, bruisend van die ideeën. Daar komen ze, hoor. Zo, ik zat de Donald Duck te lezen. Ja, maar jij hebt er wel nagedacht van de week, hoop ik. Van wat kunnen we nou eens voor interessants in het programma doen? Of is het weer helemaal zero? Zero? Ja, nul. Nou, kom op, wat heb je voor een leuk idee? Dat heb ik niet. Gaat even bruisen. Ga je het ook niet nou laten gaan? Nou, laat dat maar gaan, ja. Kom op. Wie komt er? Dan krijgen we eerst nog een uur uitgebreid. En dan komt hij langzaam op gang, hoor. Het is net een dieseltje. Iemand van het... ja, hij is op gang. Van het anti-beledigingsfonds. Pardon? Van het anti-beledigingsfront, zie ik. Anti-beledigingsfront? Ja, wat is dat nou weer? Anti-beledigingsfront? Ja, dat begrijp ik. Kan hij dat niet zelf even uitleggen? Ja, inderdaad. Misschien is het wel even prettig als ik dat zelf even... Misschien goedenavond. Hoe bent u hier eigenlijk binnengekomen? Ik ben door het raam gekomen. Oh, ja. Door het raam. Ik ben van het anti-beledigingsfront. Er worden de laatste tijd steeds meer homofoopplaten gemaakt die een belediging zijn voor bepaalde bevolkingsgroepen in onze samenleving. Oh, ja. Ja, absoluut. Ja, oh, absoluut. Ja, ik heb daar wat voorbeelden van mee kunnen noemen. Misschien wilt u even de plaat draaien die ik daar neergelegd heb. Ja, voorbeeld. Ja, kunt u even draaien. Dan moet u eens opletten wat daar gezegd wordt. Mijn opoe. Ja, weet je wat? Mijn opoe. Mijn opoe. Mijn opoe. Heeft de zadel op de rug. Nou, dat vind ik een gezellig plaatje. Dat is een leuke zadel op. Een leuke toon. Ja, ik zie daar ook de belediging niet van. Nou, dat is dus een zuivere belediging voor de oudere mensen in Nederland, vind ik persoonlijk. Ja. En ik zou dus ook graag hebben dat deze plaat niet meer gedraaid werd op de Nederlandse omroepen. Omdat de oudere mens zich toch ook in de samenleving moet kunnen staan houden. En het is niet prettig als op die manier beledigd wordt. Zet ik wel even andere plaatjes. Erg graag, ja. De vuilnisman, wij maken er een grote rotzooi van. Kijk, dat vind ik ook weer zo'n voorbeeld van een plaat die absoluut niet kan. Want het is van zoveel een belediging voor de vuilnisman. Die zich eigenlijk toch gekwetst voelt in zijn beroepseer. Ja, een vuilnisman, die gooit er geen rotzooi van. Die maakt er geen bende, die ruimt het juist op. Ik heb nog wel een ander plaatje willen. Een vuilnisman zou ik mee dus zeer beledigd voelen. Van Brede, wanneer deze plaat gedraaid werd. Omdat de vuilnisman... Ik zet wel even een ander op. Ja. Even luisteren. Ja, even luisteren. Van André van Duin. Als die boven aan de hemel staat. Is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Ja,
daar trekken die ook weer protest tegen aan als ik even tussendoor over. Er zijn altijd mensen die niet goed tegen de zon kunnen, die snel verbranden. En die vinden dan niet prettig te horen dat een ander uitgebreid langdurig in de zon gaat zitten. Terwijl zij op dat moment misschien in de schaduw plaats moeten nemen of in een gekoelde ruimte moeten gaan zitten. Omdat zij de zon als zodanig niet kunnen vertragen. Ik moet dan ook ernstig protest aanrekenen tegen deze weer. Dus hier de baan. Kijk, als, ik ben dus ook van de dierenbescherming. En mensen gaan dan het idee krijgen dat men een paard in de gang kan houden. Het is absoluut slecht voor een paard wanneer die in de gang. Oh, maar dan heb ik hier eentje die helemaal. Een paard deze moet eruit maakt heel. Deze kan. Ja, kan die. Luister. Dat is van ome Joop, is deze. Van wie? Ome Joop. Ome Joop. De zandzakken voor de deur. Zandzakken voor de deur. Ja, gezelligheid nou. Voor me zoeken van al dat gezadig. Ik krijg het niet Daar moet ik toch ook weer even ernstig protest tegen aanrekenen. Kijk, er zijn altijd mensen die hebben de watersnoodramp meegemaakt in 1953 of wanneer dat was. Die hebben daar dus slechte ervaring mee met zandzakken voor de deur. Daar wordt nu een carnavalslied van gemaakt. Ik moet ook ernstig protest aan tekenen. Dat is André van Duin. Weer die van Duin. Maakt een mogelijke plaat naar de andere. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Mijn kammetje, mijn kammetje, mijn kammetje, mijn kammetje, zoek. Wilt u dat afzetten onmiddellijk? Kijk, dat zijn altijd mensen die hebben weinig haar of totaal geen haar. Die horen een ander weer zingen van mijn kammetje is zoek. Is niet leuk voor die mensen, dus toch ook weer een bevolkingsgroep. Die toch weer niet leuk vindt om te horen dat een ander kammetje zoek is. Terwijl zij niet eens een kammetje nodig hebben, begrijpt u wel? Dat is pijnlijk voor die bevolkingsgroep. Ja, maar u gaat toch wel erg ver nu natuurlijk, hè? Want op die manier kunnen we natuurlijk helemaal... Ga je geen grammofoonplaat draaien? Nee, wat moet je dan nog draaien voor muziek, hè? Ja, ik heb er nog wel één, daar kan niemand bezwaar tegen. Oh, ben ik echt nieuwsgierig. Dus, ja. Zal ik even wat horen? Ja, erg graag. Hoort u wel? Het nummer heet Het is feest. Oh. Hoor je het? Hoor je ook duidelijk dat het feest is? Ja. Nou, kijk. Dat is al, dacht ik wel, een voorbeeld van een plaat waar niemand zich aan kan steuren. Alhoewel ik toch misschien om mijn twijfels heb. Er zijn natuurlijk ook mensen die geen piano kunnen spelen. En die vinden het dan absoluut niet leuk als iemand anders wel piano horen spelen. Oh, sorry. Het is voor elkaar gewoon, het is voor elkaar gezellig. Je radio aanstaan, dan kunnen we luisteren gaan. Nou, dat was... Gek. Mooi, nou dat was het. Nee, hè. Nee, hè. Het is toch niet waar, hoop ik, hè. Het is geloof ik afgelopen, Dick. Ach, wat doet me dat zeer. Ach, wat doet me dat zeer. Nou, het zit er weer op. Dat was het dan weer. Een nieuwe aflevering van die Wand van die Vrolijkheid. En volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Hilversum 3 na het programma van Jan Rietman. Die staat alweer klaar om het weer af te golderen. Dit was Dik voor elkaar. Goedemiddag! De wekelijkse zaterdagmiddag supershow Los Vast kwam vandaag rechtstreeks uit de Kluze in Herwen. Met dank aan Peter Jongbloed, Alek Martel.